Helemaal niet ordinair. Totaal niet ordinair. Wel, nee. Wie zegt dat het ordinair is? Zeggen mensen dat het ordinair is? Maar je hebt het thuis gisteren nog even gevierd, toch? Dat 25-jarige huwelijksfeest. Tot diep in de nacht, ja, Alfred. Handjes in de lucht en zo. Ja. Om 4 uur werd ik wakker, want dan moest ik pissen, hè? Ja. Maar geen filmpjes meer gemaakt? Spannende filmpjes die dan eventueel later... Nee, daar is er niet van gekomen, nee. Okay. Maar ja. Ja. Hm? Nee, hij moest pissen, zei hij. Ja. Je zou zeggen, als je Patricia Pijn naast je hebt leggen, wordt het wat makkelijker. Ja. Dan hoef je er niet uit. Dat is wel lekker. Kan je niet naar beneden donderstralen ook, hè? Nou, en gewoon blijven liggen. René, wij hebben een lange carrière in ons leven gehad. Maar ik heb nog nooit een juffrouw meegemaakt die zei, pis maar in mijn bek. Nee? Nee, jij wel? Jawel. Ja, die heb ik wel meegemaakt. Ik zie jou besmuik zitten lachen. Nee, ik vraag me af of je het ook hebt gedaan. Nou ja, je hoeft het aan mij niet 2 keer te vragen. Hey, de pakket moet je niet vergeten, want nu heeft René jouw pakket ingepikt. Hè? Ja, prima. Er staat wel een pakket klaar. Ik sta er morgen voor dat zij met een dildo naar huis gaat. Ja, dat komt goed, ja. Nou, morgen zijn we er weer met een nieuwe aflevering. Dus, dat is alleen niet op tafel. Niet aan te bevelen om al in de auto te gebruiken. Ja, niet je chauffeur hebt. Raf is gewoon een liefie. En die gaat dat dan met ziel en zaligheid gaat hij dat dan doen. Ja, maar... En dan gaat hij daarvoor... Nee, echt waar. Zelfs als ik s'avonds zeg, schat, ik ga naar bed. Met een knipo. Zit hij gewoon met 2 voetballers aan de telefoon. Nou, ik ben op een gegeven moment gaan slapen. Ik dacht, ja, allemaal hoela, leuk, je kan me wakker maken, maar echt niet, hoor. Ja, dan hoef je tegen mij niet te zeggen. Zit ik heel anders in elkaar. Dus je snapt de verdeling. Want dan sta ik mijn lul aan te wassen. Maar hij zit er dan wel helemaal in, weet je wel. Ik zit er ook helemaal in. Hij doet dan wel alles. Een behoorlijk stuk, jongen, zit er verder in dan. Maar hij doet wel alles. Hij doet wel alles voor die club. Centimeter of 24 in, ja. Maar niet overdrijven, niet overdrijven. Nou, hij zegt het. Altijd. Kom niet van mij. Als je gaat nu te snel. Hij heeft zijn verkering uitgemaakt. Nee, hij hield er 3 vrouwen op na. En die dacht. Ach, verdamme, die dacht... Hij? Ja. Ach, vind ik ook een viespeuk dan, hoor. Nee, die dachten dat ze allemaal een relatie met hem hadden. Ja. Maar die man, die is met vrijgezelle vrouwen, is die vrij om te doen. Maar als het in Nederland zo gek wordt wanneer je een vriendin achter de rug om belazerd, of je maakt de verkering uit, dat grensoverschrijdend gedrag is, omdat die vriendin dat zo voelt. Ik zou je vertellen, ik kan wel 14 aanklachten indienen van meisjes die de verkering met mij uitgemaakt hebben. Dat vond ik heel grensoverschrijdend. Ja, dat was rennen. Dat was altijd rennen als jij hem tevoorschijn haalde. Ja. Hey, dat was mijn handicap. Ik vind het gewoon lachen, ja, dat dit ook op tv gezegd kan worden. En dit moet gewoon kunnen. Ik weet niet of jij dat wel eens gebruikte, maar die erectiepasta, of die erectiehoning is het geloof ik, hè? Ja, uit de handel gehaald. Hè? Ja, die was wel lekker. Was die goed? Ja? Die was echt lekker, ja. Die was echt lekker. Maar gewoon gestopt, hè? Ja. Mag niet meer. Mag niet meer. Ja, ik neem aan dat jij ook triest nu bent. Of... Nou, ja, jij hebt toen Viagra-pillen gekregen, toch? Ja, maar die heb ik nooit durven gebruiken. Moet je doen, joh. Want die kreeg ik toen ik meer dan $100 slaappillen kocht in India. Ja. Kreeg ik een strip van die blauwe pillen erbij. Maar ja, ik ga niet uit India van die rare pillen innemen. En mijn vrouw, wat neem nou, joh. Neem jou. Je schreef van die honing wazig te gaan zitten kijken. Ja. Ja, nou ja. Ja, als je er maar geil voor wordt, ja, dan zou je een beetje wazig kijken. Daar heb ik niet zo'n probleem mee. Nee, jij? Maar voor geil worden heb ik geen pillen nodig. Nee, echt niet. Maar dan. Ja. Wat is jouw zwaarste blessure na het masturberen eigenlijk? Als ik gemasturbeerd heb? Ja, wat is jouw zwaarste blessure daarbij? Nou, ik heb misschien een keer mijn elleboog uit de kom gehad. Elleboog uit de kom? Ja, toch wel? Ja. Ik weet het niet. Sam? Moet ik mijn blessure? Ja, ben je wel eens geblesseerd geraakt daarbij? Het is mij niet overkomen. Nee, nee. Nee? Nee. Nou ja, ik heb een heel ander probleem. Nou? Kijk, ik ben 73. En dan, als ik dan begin naar de koffie 's ochtends, dan ben ik net voor het avondeten klaar. Johan, je had begrip voor menstruatie en de ongemakken en ook de rustperiodes. Maar hoe vind je dat bij vrouwen in de overgang eigenlijk? Want ook daar zijn serieuze problemen. Nou ja, dat heb ik ook al een paar keer meegemaakt natuurlijk. Ik ben wat dat betreft een ervaringsdeskundige. Ja.
Dat is jouw voordeel, hè? Ja. Ja. Maar daar wordt het enige voordeel is dat ze dan niet meer ongesteld raken. Nee, maar er wordt nu ook over gesproken om daar eventueel ook naar te kijken. Want het schijnt ook ongemak met zich mee te kijken. Over. Ja, we kijken overal maar. Ja, alles wordt onderzocht. Ja, maar... nee, maar kijk, dat is ook per vrouw... Maar wat dacht je als vrouwen in je reet geneukt worden? Wat is dit nou weer? Dan heb je ook 4 dagen last van. Dan kan je dan ook thuis blijven. Ik durf niet meer te lachen. Nee, ik ook niet. Ik heb die kant. Dan word ik gecanceld. Kan je dan ook 4 dagen of kan je 4 weken thuis blijven? Ah, ligt eraan. Is het mijn schuld in dit geval? Ik had het niet moeten dan raken. Dan kan ik vrouwen niet helemaal thuis blijven. Ja, dit. Het leuke is dat het gewoon niet kan en toch gebeurt. En weet je, dit zijn de grappen die je thuis maakt achter de voordeur. Die je niet op je kantoor kan maken en hier gebeurt het gewoon. Dat is wat het zo mooi maakt, ja. René, wat is het gekste dat je ooit in je reet hebt gestopt? Ja, ja. Sorry, wat staat ja, hier? Ja, er was ook zo'n man in Turkije, die had iets in zijn kont gestopt. Nee, India, een beker, een beker. In India, toch, of niet? Nou, ik dacht iets geks was het een beker. Ja, maar we... ja, nee, avondje maar, stappen. Maar jij? Wat heb jij in je kont? Nee, ik heb nooit echt iets in mijn reet gestopt. Dat zeg echt ik heel niet? Eerlijk. Nee, dat vind ik echt... Maar zou je het wel zeggen als je het had gedaan? Als ik het gedaan had... had ik het gelijk gezegd. Maar ik heb een vriend, Casper van Eyck, die heeft zijn leven lang, of niet zijn leven lang, maar toen hij nog jong was, alles uit anussen moeten halen waar je erin kon stoppen. Ja. Weet je wel, want die was van in het weekend. Was die, zat hij bij de. Wat is het? Eerste hulp. Eerste hulp zat hij dan. Ja. En dan kwamen ze zeker op zaterdagavond met van alles binnen. Wat dan? Nou, van die. Paarse dingen, hoe heette die dingen? Die moet jij weten. Aubergines? Aubergines, ja, aubergines. Die paarse dingen. En die lust ik niet, zeggen, hoor. Als je een aubergine in je kont steekt, moet je hem echt even... ja, dan moet je hem echt ontspannen. Want als je de poepen dikt houdt, dan krijg je hem er niet in. Oh, wat een heerlijk programma. Ja. Weet je, wij willen alles smooth, gelikt, mooi, weet je. Maar juist het ongemakkelijke is natuurlijk mooi de kracht. Weet je, ik kijk... graag naar ongemakkelijke dingen. Dat je denkt van, oei, nee, dit kan niet. Kap nou even. Dit is niet goed. Nou ja, nog eentje. Welke kaart of welk cijfer zou je willen geven voor deze tackle? Oh. Ja. Ja, hij moet zijn shirt moet in zijn broek, dat zag ik. Ja. Ja, dan nog de uitsmijter. Maar jullie willen, ja. Ja. De uitsmijter, mag dit? De uitsmijter. Ja. Ja, nou die vind ik wel leuk. Die vind ik echt leuk. Die is echt leuk. Maar hij heeft het dus echt niet door. Dit is echt Die heeft het dus echt niet door. Nee, je hebt het totaal niet door. Die is goed. Ja. Dit is wel ongekend. Hi. Ja, dat moet ze bij op één. Dit moet ze bij op één ook eens proberen.